9 jaar lang de lekker rustig in het gehoor liggende muziek van Marco Raaphorst. Die dacht, mag nog wel een keertje genoemd worden. Het wordt wel misschien tijd voor een nieuwe tune voor de komende 10 jaar. Voor de komende 10, maar het komend jaar maken we vol met Raaphorst, nee, vind ik. Zeker. Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Talita van Ochtrop, je bent van The Next Closet. Ja. Wat doen jullie? We zijn een online marktplaats voor tweedehands merkkleding. En we maken het heel makkelijk om je kleren online te verkopen of die te kunnen shoppen. En waarom ben je dit gaan doen? We willen de textielketen eigenlijk aanpakken. Dus de textielketen is de tweede meest vervuilende keten in de wereld. En tweedehands is een manier waarop je dat eigenlijk kan verhelpen. En ook een beetje vanuit een eigen behoefte. Dus we dachten van jeetje, we hebben op zich best wel mooie leuke kleren thuis. Maar die kan je helemaal niet makkelijk verkopen of op een goede manier shoppen. Dus laten we daar wat aan gaan doen. Dus vanuit daar. Even nog wat meer over, die pitch was wel heel erg kort. een marktplaats voor tweedehands merkkleding. Ja. Hoe werkt dat precies? Is het net zoals marktplaats, in de zin van mensen bieden iets aan, ja. Betalingen lopen buiten het platform om... Zitten er ook commerciële aanbieders op? Vertel er eens wat meer over. Ja. Nee, het is niet zoals marktplaats. Dus het is eigenlijk een duurzame, gecureerde marktplaats voor tweedehands merkkleding. Mm-hmm. Hoe het werkt is, je kan thuis online of via de app je kleren fotograferen, een account aanmaken en dat uploaden. Dat is wel een beetje hetzelfde als marktplaats. Het grote verschil is dat als je het koopt... Dan betaal je, de betaling loopt via ons systeem, de verzending loopt ook via ons systeem. En het grote verschil is dat als het nep is, wat best wel belangrijk is bij dure merkkleding, dan krijg je je geld terug. Dus er zit een, dus de ervaring als koper is alsof je bij een webshop aan het shoppen bent, dus bij een bol.com. Dat betekent dat ook dat de verkoper hun spullen naar jullie moeten sturen, dat jullie het vooraf controleren? Of? Nee, het is volledig... Dus je zegt de verzending verloopt via ons? Ja, dus het afrekenen van het verzenden, Dat loopt via ons. Ja. Maar je hoeft dus niet te gaan zeggen, haal jij het bij me op, ik wil het aangetekend. Het is gewoon echt alsof je het koopt. De verkoper gooit het en brengt het nog steeds naar TNT Post of whatever. Ja, dus het is peer-to-peer. De mensen hebben het echt thuis. Ja. En als je het hebt verkocht, dan krijg je automatisch een e-mailtje met het adres van de koper. Ja. Dat is ook al betaald. En dan pak je het zelf in. Vaak doen mensen er een leuk briefje bij. Breng het naar het postkantoor. En dan wordt het bezorgd bij de koper. Ja, en zitten er ook commerciële aanbieders op jullie platform? Nou, we hebben wel veel tweedehands boutiques. Dus je hebt in heel Nederland heb je allerlei tweedehands boutiques in steden en in dorpen. Die hele mooie kleren hebben. En daarvan hebben we eigenlijk gezegd, nou stop dat allemaal online, want we hebben eigenlijk veel meer bereik. Ja. En je kan het veel sneller verkopen. Dus dat zou je als commerciële aanbieders kunnen zien. En we hebben inmiddels ook supersellers. En die hebben daar wel nu hun werk van gemaakt. Dus we hebben sommige mensen die 100 of 150 items per dag uploaden. Dus die... Yes. Ja. Ja, nee, die verdienen meer dan ik. Ik vraag het ook omdat we doen het al een tijdje, zoals je weet. Dus we krijgen vergelijkbare dingen natuurlijk langs. We hebben bijvoorbeeld kinderkleertjes in de uitzending gehad. En daar zag je wel, en nog een voorbeeld trouwens, van ook kinderkleding via marktplaatsachtige dingen, zie je wel dat aan eigenlijk de commerciële aanbieders, die noem ik dan toch zo, dus mensen die 400 advertenties live hebben staan, dat wel de overhand heeft op veel van dit soort platformen. Is dat bij jullie ook zo of zijn het toch veel particulieren? Nee, dat is bij ons niet zo. Het zijn echt bijna allemaal particulieren. Het zijn ook allemaal unieke stukken. Het is echt weet je, één blouseje in die maat. Tenzij je dus inderdaad die supersellers zijn. En wat zij zijn, is dat ze vaak... ergens wonen en dat allemaal vrouwen bij hun in de buurt de kleren komen brengen. En dan zeggen zij van wij pakken een commissie op jouw items en dan gaan zij het fotograferen, op een mannequin zetten, beschrijven en uploaden en shippen. Ja. Dus ze maken echt een beetje hun eigen handel ervan. Hoeveel gebruikers heb je? We zijn net de 100.000 gepasseerd. Veel. Dus dat is een mijlpaal, Ja. Ja.
Nee, heel leuk. Ja. Dus dat is fijn. Hey, toen je begon, kun je daar iets over vertellen? Ja. Idee is één ding. Daarna ga je kijken, is er een markt voor? En kunnen we daar geld mee verdienen? Ja. Hoe heb jij dat gedaan? Ja, we zijn echt de klassieke start-up story heel lean begonnen. Dus ik doe het samen met mijn businesspartner Lieke. En wij zaten heel erg in de duurzame hoek. Dus we wisten veel over cradle to cradle en circulaire economie. Dus dit was in 2013. En toen zagen we eigenlijk dat er heel weinig concrete circulaire voorbeelden waren. Die ook een beetje op een innovatieve, maar met name sexy manier werden gepresenteerd. Dus ja, je had misschien wel iets in autobanden. Maar weet je, echt iets waarvan je denkt, oké, de massa heeft hier iets aan. Toen zaten we een beetje te kijken naar welke industrie gaan we kijken. Nou, mode, heel vervuilend. Laten we de tweedehands keten verbeteren. Toen hebben we de business case gemaakt. Toen dachten we, oké, dit is heel interessant. Toen hebben we gekeken, in Amerika waren er een paar spelers en in Frankrijk was één grote speler. Toen dachten we, oké, het is ook commercieel een interessant verhaal. Laten we dit gaan doen. Toen zaten we in Amsterdam-Oost in een oud schoolgebouw. Wij met z'n tweeën, één programmeur die een heel klein beetje aandelen kreeg, want het was niet meer dan een idee. Een stagiaire, één iemand die echt veel van mode wist, want dat wisten we eigenlijk allebei niet per se. Mm-hmm. En ik dan nog meer dan mijn businesspartner. Die heeft in Delft gestudeerd en die heeft echt helemaal geen idee. dus zo begonnen met 100 stuks. En gedacht van, als dit werkt, is er genoeg vraag naar luxe items? Weet je, zijn er genoeg luxe items? Worden er nu genoeg luxe items verkocht? Dus we dachten, laten we met 100 stuks beginnen op een hele lean website. En als dat werkt, dan gaan we verder bouwen. En dat werkte. En toen zijn we een crowdfunding campagne gaan doen. En daar hebben we €35.000 mee opgehaald. Toen hadden we allemaal fans en ambassadors. En toen dacht iedereen, oké, dit is een succes. Mm-hmm. En toen hebben we de do-it-yourself-service gebouwd. Dus dat is de service die ik net beschreef, waarbij de persoon het helemaal zelf doet. We hebben ook de premium-service, om het even heel gedetailleerd te maken. En daarbij stuur je het gratis naar ons op, gaan wij het fotograferen, gaan wij het beschrijven en shippen wij het. Maar dat is nu 1% versus 99% do-it-yourself. Maar dat was 100% toen we begonnen, omdat dat is waarmee we live gingen. Ja. Nou, en toen steeds verder. Dus toen hebben we angel investors en toen nog een keer angel investors en meer stagiaires en 3 anti-kraakpanden verder. Dus hey, waarom is dat zo lang nodig? Want je kunt ook een bedrijf natuurlijk beginnen en proberen zo snel mogelijk winstgevend te zijn. Zeker, ja. Het is denk ik gewoon, weet je, we waren gewoon jong. En we wisten heel weinig nog van e-commerce. Maar ging het niet snel genoeg of vielen de kosten tegen? Nee, het ging wel snel, maar het was allemaal houtje touwtje aan elkaar gezet. En om veel geld op te halen moet je natuurlijk ook heel veel tractie hebben. En in het begin was het allemaal zo schattig en klein. Maar dus wel elke keer groeien en 100% per jaar en meer en meer. Dus op een gegeven moment ging het wel heel goed. Ja. Dus we hebben nu iets van 3,5 miljoen in funding opgehaald. En een echt kantoor. En 22 man in dienst. En 100.000 gebruikers. Dus, ja. Nee, dus nu is het wel helemaal daar. Maar ja, het was gewoon super start-up-ie. Ja, want ik zag een bericht, volgens mij in april, dat jullie de laatste investeringsronde. Ja. Hoeveel hebben jullie daar nog weer? Ja, dat was een converteerbare lening van 500.000. Oké. Jullie zijn best lang bezig, vanaf 2003? 13. Ik ook, 13. Ja. Een jaar of 6 dus. Ja. Nogmaals de vraag, waarom heb je nu in deze fase nog steeds dat geld nodig? Want ik zou toch denken, je bent op een gegeven moment wel winstgevend. Ja. Ga je er dan mee doen? Is dat voor internationale expansie? Of lukt het gewoon niet om het snel genoeg rentabel te krijgen? Nee, een marktplaats is super kapitaalintensief. Dus bijvoorbeeld een van onze concurrenten uit Frankrijk heeft 120.000 opgehaald en is ook nog lange na niet winstgevend. En onze concurrenten uit Duitsland hebben iets van 20... Oh, sorry, wat zeg ik? Miljoen. Ja, ik zit al te denken. Ja, 120.000. Ik zit zelf al te denken. Is wel veel, maar weinig. Ja, precies. Dus die hebben veel meer opgehaald al.
Dus dan is een 3,5 miljoen echt een soort peanutsschil bij wat zij aan het ophalen zijn. En ja, groeit het niet hard genoeg. Ja, we zijn tussen 2016 en 2018 met 600% gegroeid. Dus ja, we groeien super hard. Ja, maar dat is dus ook dan jullie strategie. Ja. Voor de duidelijkheid, want daar zit ik natuurlijk naar. Ja. Want, ja. Kijk, je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen, nou, het is een spelletje en we willen gewoon marktleider zijn. Jullie claimen dat je in de Benelux de grootste bent. Ja. We gaan Europa vooral. Ja, heb je heel veel geld nodig. Ja. Of je denkt van, ik bouw een leuk bedrijf en ik ben tevreden in Nederland. Ja, dus ik denk in de early days was dat wat we helemaal prima hadden gevonden. Maar nu, het is echt een marktplaatsspel. Dus we hebben 4 programmeurs, maar ik zou wel 10 programmeurs kunnen hebben. En de online marketingbudgetten, die zijn ook echt stevig en flink. Omdat je bent echt een markt aan het veroveren. Ja, orde van grootte van die marketingbudgetten? Ik denk dat we iets van 30.000, 40.000 per maand uitgeven aan alleen online. Ja, nou, dat zie je wel als trend, hè? Dat als zo'n platform eenmaal staat en je gaat het spelletje spelen van die markten veroveren, dan gaat het geld zitten in de marketing. Marketing, maar ook echt wel heel hard je tech, dus het product. Dus we zijn nu algoritmes aan het maken, want alle producten die we hebben zijn uniek. Dus dat is heel moeilijk vinden. En hoe groter de database aan tweedehands spullen is, hoe minder snel je denkt, oh, precies dat wilde ik hebben. Dus nu zijn we aan het kijken, oké, wat is je maat? Naar welk product heb je eerder gekeken? Wat heb je daarna gekocht? Dus hoe kan ik jou een algoritme geven waarin jij snel gaat vinden wat je zoekt? Ja. Dat is alleen maar development, maar dat zijn ook, we hebben ook data-analisten die alleen maar queries aan het runnen zijn van, Ik maak die budgetten wel op. Makkelijk, ja. Ik zit even door te denken over die technologie. Want toen jij daarmee begon, was dat niet waar je mee bezig was. Wij hebben zelf ook echt een hele steepe learning curve gehad. Ja. Absoluut. Dus ik wist veel van duurzaamheid en marketing en communicatie en campagnes maken. En wel van online. We hadden wat websitejes gemaakt al. En die is dan industrieel ontwerper, dus die wist dan het meest van tech. Maar we hebben nu dus zo'n senior team en de dingen die we nu hebben geleerd en ook de termen die we kennen. Dus je hebt echt marktplaatstermen over de customer acquisition cost en de lifetime value en de churn en de retention rate. En die taal sprak je daarvoor al niet. In het begin dacht ik, waar hebben jullie het allemaal over? Ja. Dus en UX en de customer journey en wat zijn de drop-off points en hoe kan je de retentie verhogen en drip e-mail sturen, waardoor je dus een hele geautomatiseerde e-mail flow hebt, zodat je je userbase naar laat komen. Ja, dat wist ik allemaal niet van het begon. Hey, jullie willen groot groeien en et cetera, je hebt daar investeringsgeld voor opgehaald. Welke belofte of welk verhaal vertel je de investeerders? Welke kans zie je? Hoe groot kunnen jullie worden? Dat is een hele goede vraag. Nou, één ding die ik vertel is dat de tweedehandsmarkt is de next billion-dollar industrie. Dus er zijn nu allemaal rapporten verschenen dat ze zeggen, tweedehands gaat de fast fashion markt voorbij. Het wordt nu gewaardeerd op dat het een markt is van een waarde van 20 miljard en dat het in 2022 naar 41 miljard gaat. Dat vinden mensen natuurlijk interessant. En wat wij zeggen en claimen is, we zijn zo snel mogelijk de grootste van Nederland en België aan het worden in deze space. En dan het liefst een winstgevende speler in deze space. Dus daar zijn we heel hard mee bezig. Dus we focussen ons gewoon op groei en op slimme dingen doen. Ja. De concurrentie is natuurlijk ook altijd moordend in dit soort markten. Wie zijn in Nederland jullie, of in zeg maar je primaire markt, Nederland, België, jullie belangrijkste concurrenten? Ik denk, eigenlijk dus in Nederland niet zo. Ja, je hebt dus United Wardrobe. Ja. Maar zij focussen zich juist op fast fashion merken, dus Zara, H&M, Topshop. En ze hebben een hele jonge doelgroep.
Ja. Onze doelgroep is eerder 40 plus en ja, dus veel duurdere kleren. Dus we zijn meer verlengstuk van elkaar. En dan, dan heb je wat buitenlandse partijen. Een Duitse speler Rebel en de Franse speler Vestiaire. En die zijn in Nederland geweest, maar die zijn ook weer gegaan. Ze waren op de televisie. Dus ik dacht, nou, dat wordt spannend. Maar toen... Ja. Weer weg. Ja, het is natuurlijk een typische markt waar, als het een echte marktplaats is, dat natuurlijk niet stopt bij de grenzen. Dus internationale concurrentie is misschien wel nog wel belangrijker hier. Ja. 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 Hey, en, want dat gaat natuurlijk ontzettend hard. Er gaat bijna geen dag voorbij. We krijgen wel een of andere mail in mijn mailbox over weer de zoveelste niche in de marktplaatswereld die gestart is. Als je even een stapje terug doet van jullie bedrijf en je kijkt naar die trend, hè? Vanochtend kreeg ik er nog één. Waar was dat nou? Even kijken. Je hebt natuurlijk in auto's ook heel duidelijk. E-merse. Woppa vandaag gelanceerd. Oh ja, ja. Thomas Brunink en Evelien Remmels, een online marktplaats waar designers, antiquaires en kunstenaars en particulieren heel slim hun tweedehands spullen voor thuis kunnen verkopen. Ja, nou, ik geloof daar helemaal in. In jouw categorie hebben wij de kindermerkkleding al gehad. Dus jullie zitten op merkkleding, dan weer de niche binnen de merkkleding. Ja, staan volgens mij allemaal niet merkkleding. Meer. Ja, de kleertjesdoos bestaat nog. Oh, oké, sorry. Nou, zo zijn er. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want dat gaat maar door. Is de vernissing, noem ik het wel eens. Van, ja, dus je hebt de horizontals en de verticals. Dat is een beetje het verhaal. Ik geloof heel erg in verticals, omdat je daar echt kan vinden wat je zoekt. Ik vind dat Woppa echt een supermooi initiatief. Ik heb daar zelf ook heel lang over nagedacht. Want ik hou ook van mooie meubels. En weet je hebt een IKEA en dingen, maar dat wil je eigenlijk allemaal niet, want dat heeft iedereen. Dus je wil allemaal unieke dingen. Dan zit je dus uren op marktplaatsen te zoeken, uren, om net dat ene ding te vinden. En dan moet je dus zeggen, joh, zou je het willen verkopen voor die prijs? Dan reageert die persoon niet, dan moet je het weer gaan ophalen, dan is diegene niet thuis. Maar ook verkopen, want ik heb met mijn man even in Berlijn gewoond in deze Next Class Adventure. En toen kwam ik weer terug. En ik had elk weekend allemaal van die vlooienmarkten afgesteund. Met supercoole vintage dingen. En die zette ik op Marktplaats. En ik kreeg zulke brakke biedingen. Ik dacht, ik wil het niet eens verkopen voor dit. Maar op een gegeven moment denk ik, ik wil mijn huis ook een beetje opruimen. Dus ik geloof er heel erg in. En in kleding hetzelfde, weet je. Je wil meteen kwaliteit kunnen zien. Dus meteen dingen die echt zijn en kwaliteit. Hey, en hoe doen jullie de curatie? Hoe zorgen jullie ervoor dat er geen rommel opkomt? Nou, we hebben een merkenlijst. Dus daar kan je heel duidelijk zien wat je mag verkopen en niet. Dus alle fast fashion merken niet. En dan hebben we nog condities waar mensen zich aan moeten houden. Is het allemaal geautomatiseerd? Je kan het niet uploaden als het merk niet in de merkenlijst staat. En je moet kiezen uit een conditiesoort. En dan komt het binnen en dan dat is wel manually, dat zijn gewoon ons customer support operations team, die ziet dat allemaal binnenkomen. En die checken, die hebben een hele handboek van dingen die echt zijn. En dan kijk je met name naar de echte, weet je, de Chanel en de Gucci's en dat soort dingen. Ja. En dan indien twijfel moeten mensen het aankoopbewijs aanleveren. Maar we hebben wel heel veel duidelijke dingen waarbij je kan zien of het... Wat heeft jou verrast in die afgelopen 6 jaar? Ja, zoveel. Gewoon de hele rollercoasterheid van het ondernemen. Hoe belangrijk data is... dat data is echt alles. Hoe belangrijk de mensen zijn in je team. Als je gewoon hele goede mensen hebt, dan gaat het hele bedrijf zoveel sneller. Mm-hmm. Maar jij bent nu zowel marktplaats als data als AI-deskundige aan het worden. Zeker. Dankzij jullie. Maar Willem. Je hebt zoveel geleerd in die periode. Is het voor jullie ook denkbaar dat je zegt van we gaan de volgende vertical in?
met de techniek ik, en ik zie het echt van, we zijn nu de wereld aan het beter maken in de mode-industrie. We zijn ook nu met een heel spannend iets bezig samen met Fashion for Good en Circle Economy om te kijken hoe kunnen we nieuwe merken helpen om re-commerce te gaan doen. Dus hoe kunnen zij eigenlijk hun klanten gaan enthousiasmeren om tweedehands te gaan verkopen. En wat ik droom is dat ik dit succesvol neerzet en alles heb geleerd ervan. En dat ik het dan op een nieuwe industrie ga zetten, maar dan weer om daar een slag in te maken. Ja. Ja, zo dat lijkt me echt helemaal geweldig. Ja, want de techniek heb je dan. Je hebt veel geleerd over deze zaken. Ja. Wij vragen altijd aan mensen, waar wil je, als we je weer uitnodigen, want dat is wat we hier doen, we maken vervolgverhalen. Stel dat we je over 2 jaar weer zouden uitnodigen, waar wil je dan staan met je bedrijf? 2 jaar. Dan denk ik nog wel Nederland-België, marktleider, maar echt nog gigantisch veel groter. En dat we een paar hele grote merken hebben aangesloten die via ons ook de tweedehandse markt aan het doen zijn. En dat we winstgevend zijn. Ja. Die laatste snap ik niet helemaal. Merken aangesloten die via onze tweedehandse markt doen. Ja, dus daar zijn we nu mee bezig. Dat merken aan hun klanten gaan zeggen, bij ons koop je kwaliteit, supergoed. Geef het stuk wat je bij ons koopt een tweede leven bij onze partner The Next Closet. Mm-hmm. Als je dat doet met deze code, krijg je korting. Op iets nieuws wat je weer bij ons koopt. Okay. Waardoor zij eigenlijk mensen gaan aansporen, want dat is een beetje de kunst. Er zit heel veel waarde in mensen hun kast. Maar mensen zijn een beetje te lui, niet iedereen, maar veel zijn best wel lui. We hebben gewoon eigenlijk niet door hoeveel waarde er in hun kast zit. Of gaan ook in die zin niet goed met hun spullen om, dat ze zeggen, oké, ik ga het stomen of een knoopje is kapot of whatever. En dat je ze dan gaat leren, ga het online verkopen, want het heeft waarde. En dat je dan echt mensen gaat leren om tweedehands te verkopen. En dat willen we dus met de merken samen gaan doen. Ja. Welk percentage vragen jullie op de transactie? Gemiddeld 80% is voor de verkoper en 20% voor ons. Voor jullie. En wat is de gemiddelde prijs van een 100 van euro. 100 euro. Dat is mooi. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, dat is een ingewikkeld ding. Ik zat namelijk eventjes denken, de rest van de leden van het gezin waarin ik onderdeel van ben, gaat iedere zaterdag naar de Waterloopplein. En hun voor hun is 5 euro veel, zeg maar. Oh ja, 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 ja. Nee, oké. Okay. Maar dus wel heel veel mensen schrikken van designerkleding. Maar het is items vanaf 20 euro kan je bij ons verkopen. Dus het is niet alleen maar Gucci Prada. Dus het is ook, ik weet niet of jullie wat zeggen, maar ja. Philippa K. of Karen Millen. Of, en dit onderwerp laat ik altijd graag aan de hand. Ja, aan ik snap het. Maar dus het is niet. Ja, weet je, het is gewoon alles behalve fast fashion. Ja. Ja. Nog even een vraag van Twitter van Marco Derksen. Oh, we zijn nu live. Jazeker. Oh, oké. Marco Derksen. Jeetje, had ik het allemaal ge-sms'd. Ja, 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 dat is waar. Marco Derksen die ziet dat mensen als Helene van Oort ook haar kleding verkoopt via jullie platform. Ja, een bekende businesswoman. En hij is benieuwd naar welke rol de beroemde verkopers spelen op jullie platform. Hebben jullie die destijds ingezet als influencers? Is dat een bewuste strategie? Hoe heb je dat gedaan? Ja, dus elke maand vragen wij een stijlicoon om haar kleren via ons te verkopen. En dat doen we door middel van een fotoshoot en een interview. Ja. Dus we hebben met Helene Dura, want het zijn modellen, actrices, echt influencers, maar ook carrièrevrouwen. En dan doen we dus een hele fotoshoot met die persoon thuis en een interview. En dan alles wat ze aan heeft is van haar en kan je daarna shoppen. Nee. En elke maand lanceren we een nieuwe stijlicoon. Ja, dus dat is een bewuste strategie. Ja. En dat werkt denk ik ook heel goed. Ja, nee, zeker. Ja. Hey, mijn laatste vraag. Een van de grote problemen in de merk kleding is nep. Ja. Er is natuurlijk veel over te doen. Hoe voorkomen jullie dat? Je zei net al, je krijgt je geld terug als je koopt en blijkt nep te zijn. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. De merken vragen denk ik ook meer van jullie. Hoe voorkomen jullie dat er nepkleding überhaupt aangeboden wordt? Ja.
Nou, door heel streng wel te cureren. Dus daar zijn al onze guidelines voor om te kijken van... Ja, maar goed, daar kun je omheen. Gebruiken jullie bijvoorbeeld op de foto's die mensen moeten uploaden nog dingen als beeldherkenning... Nee, we zijn nog niet, dat gaan we zeker wel doen ook, dat je vanuit AI geselecteerd dat kan doen. De allergrootste check zit dat mensen moeten zich, hebben een KYC-check, dus die moeten zich uiteindelijk gaan identificeren met paspoort om bij ons te kunnen kopen en verkopen. Dus dat is nu nog niet zo, hè? Dat is al zo. Is dat al zo? Ja. Okay. Dus we kunnen mensen ook bannen, we hebben ook van hun de gegevens. Ja. Dus en dat is wel ook... Komt het voor? Tuurlijk, maar wel echt marginaal. Ik zelf was er veel banger voor. Ja. Nee. Ook omdat we zo duidelijk zeggen, het is gecureerd, wij checken alles, niet goed geld terug. Weet je, denken mensen, ja, ik probeer het wel via eBay en Marktplaats, dit is allemaal veel te veel gedoe. Ja. 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 Nou, fijn. Onwijs fijn. Dat jullie dat niet in de weg zitten. Ja. Nou, ik denk dat we hierover... Dat was jouw laatste vraag. Dus... Ja, ik mag niks meer zeggen. Als ik dat zeg, dan moet ik me aanhouden. Nee, heb jij nog een vraag? Binnenkort mannen ik heb allerlei vragen, maar we hebben gewoon met elkaar afgesproken dat we een half uurtje... Nee, lijkt mij fantastisch om te doen. Maar voorlopig niet qua focus. En mannen? Ja, dus mannen en kids. Ja, nee, het lijkt me helemaal gek. Maar mannen hebben wel... Over het algemeen zeggen ze, ja, tweedehands, ja, nee... Ja, ik bedoel, gay vrienden van mij, die vinden het geweldig, maar... Ja. Ja, ik koop graag merkkleding, maar ik draag het werkelijk tot het uit elkaar valt. Ja, dat ook. Dat doen ook heel veel mannen. Ja, verslijt het helemaal, Ja, je hebt dan, ze gaan heel lang mee, merkkleding gaat heel lang mee, maar dan heb ik een favoriete trui en die valt op een gegeven moment uit elkaar en dan gooi ik hem weg en dan koop ik een nieuwe. Ja. Ja. Nee, dus meer accessoires en dan die zijn waardevast. Ja. Dus, maar goed, ik kan niet wachten. Ja, who knows, ik laat jullie weten. Ja, heel graag. Okay. Heel ontzettend bedankt. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd. Bier & Co. voor de biertjes, PQR voor de hosting van de website, Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct spreken we met de man achter de JW-player. En kijk je onder iemand, dan weet je dat je die uitzending ook in ons archief op fastmovingtargets.nl of YouTube kunt terugzien. Dankjewel. Dag.